een spiegel van ongeveer een meter. Ja. Zo rond. Het lijkt nu echt op een huis. Dit is de eerste keer dat ik denk ja. Hey, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe verbouwvideo. Joep en ik zijn weer in het huis. Yes. Het is vandaag zaterdag. We gaan weer aan de slag. Ik hoop dat je zin hebt om mee te kijken. Doe dan ook even een duimpje omhoog. En vergeet de onder ook zeker niet om even te abonneren op mijn kanaal. We gaan vandaag denk ik in de keuken schilderen. Ja, dit moet allemaal nog gebeuren. Ja. Ik denk dat we eerst de keuken even moeten afplakken, of niet? Ja, en ook nog moeten primeren. Oh ja. Dus... dat is even shitty, want dat moeten we al even nog even intrekken. Ja. Maar in ieder geval, ja, we gaan dus primeren, alles afplakken en dan kunnen we daarna schilderen. Ik kan ook niet wachten tot die spotjes in het plafond kunnen. Ja, dat ziet er al zoveel beter uit. Ja. Zeker. Oh, daar moeten we ook nog een lamp voor gaan kijken, daarachter. Maar ik wil hier eigenlijk zo'n streep, zo'n zwarte streep op. Ja, dat is wel vet. Met 3 of 4 van die spotjes. Ja, beter. De primer zit erop en de keuken is afgeplakt. Dus nou moeten we even wachten. En dan kunnen we dadelijk al gaan beginnen met schilderen, denk ik. Ik ben ondertussen bezig met het afplakken van alle randjes bij de keuken. Dus dat als je, zeg maar, te ver gaat met de verf, dat het allemaal niet op de keuken komt. Kijk, hier zie je dus alle tape zitten. En als je dan overheen gaat met een kwast, dan heb je gewoon meteen een strakke lijn. Ik had alleen ook wat pakketten van Y-Food meegenomen. Want ik vind het altijd heel fijn om deze in de koelkast hier te hebben. Zodat ik die tijdens het verbouwen kan drinken. Maar nou zijn ze dus helemaal ingebouwd. Dus ik ga ze er toch even onderuit proberen te krijgen. Oh jongens, ik wil niet alles meetrekken. Als je vaker naar mijn weekvlogs kijkt, dan weet je dat ik vooral fan ben van deze smaak met de koffie. Ik kan ook zo niet wachten om hier helemaal zo'n aesthetic keuken van te maken. Dat als je gewoon de kast open doet, dat alles gewoon perfect zo naast elkaar staat. En helemaal van die bakjes met eten. Echt, ik vind dat zo leuk. En we willen dus waarschijnlijk ook iets van een soort wijnkoelkast of zo. Dat lijkt me ook heel vet. Nou, helemaal ready. Deze kan weer dicht. En dan ga ik nu daar verder, want ik moet daar nog een stukje afplakken. En aan de zijkant. Ik wil Y-Food weer heel erg bedanken voor het opsturen van de pakketten. En met de code Joyce-YouTube krijg je dus ook korting. Dus ik zou zeggen, neem zeker een kijkje op de website als je het leuk vindt. Ik vind het in ieder geval top om dit soort drankjes in huis te hebben. Ja, ik ga weer verder met het afplakken van de keuken dus. Dan kunnen we dadelijk eindelijk gaan schilderen. Want ik denk dat de primer ook al wel goed ingetrokken is, als ik het zo zie. Dus heel fijn. Ondertussen ligt het hier helemaal vol. Ik moet alles nog even echt vastplakken, zodat het niet kan verschuiven. Maar de vloer is zo beschermd. En Joep is bezig met verf erin doen. Yes. Ik denk wel dat het heel mooi gaat worden. Als het hier eindelijk ook een kleurtje heeft. En eindelijk al die vlekken zoals ze daar weg zijn. En ik ben dus ook hier de vloer even aan het wegleggen. Die dus later nog in de hal gelegd moet worden. Maar anders dan kan ik hier niet achter schilderen. Ik ben eindelijk klaar om te gaan schilderen. En ondertussen is Joep met de trapleuning bezig. En hier is er dus net eentje in afgebroken. Dus ja, dit wordt nog wel een probleempje. Maar in ieder geval, waar dus de gaatjes zitten, daar komen dus uiteindelijk de bevestigings... hoe noem je dat eigenlijk? Oh. Breekt hij nou ook af? Ja. Nee joh. Snel af. We hebben er nog genoeg. Oh. Nou jongens, ik dacht ik maak even een leuk shotje. Nou, ik knoei nu alweer alles onder. Er zit veel te veel verf aan. Oh my god. Oké, poging 2. Peter, ik ga mijn camera wegdoen, want dit werkt niet. Het is vandaag zondag 16 april en mijn ouders gaan dus nu ook verbouwen. Dus ja, ik krijg best wel vaak reacties van, oh, ik vind het echt jammer als dadelijk alle verbouwcontent is afgelopen. Nou, jullie gaan nu 2 verbouwingen kunnen volgen, want ik ga die van hun ook wel proberen te filmen. Wij zijn ook wel een tijdje op vakantie, dus ik weet niet hoeveel we daarvan kunnen filmen, maar...
echt veel aanpakken aan thuis. Ja, zeker. Dus dat wordt ook vet. Maar in ieder geval, wij gaan vandaag de eerste spullen naar het nieuwe huis brengen. Dus de eerste dingetjes van de uitzet, de eerste interieur dingen gaan we dus meenemen. Omdat het hier ook leeg moet. Precies. We hebben dat al die tijd in de kelder gezet. En in de kelder echt gewoon bijna een hele ruimte vol. Ja. Het is niet normaal. Alleen daar moeten ze dus nou allemaal nieuwe leidingen en zo gaan leggen. Ja, dus het moet leeg. Ja, dus wij gaan dadelijk de auto vullen. Ik denk dat we vandaag 2 of 3 keer op en neer gaan rijden. En dan gaan we dus al een deel in het nieuwe huis zetten. We gaan het natuurlijk nog niet op de goede plek zetten. Want er moet eigenlijk in elke ruimte nog wel dingen echt mooi af. Dat het echt helemaal goed af is. En daarna kunnen alle spullen erin. En dan ga ik natuurlijk ook allemaal voor jullie filmen. Maar ja, we gaan dus gewoon de eerste spullen naar het huis brengen. Ik vind het helemaal leuk. Want dan heb je gewoon echt het idee dat we gewoon naar het einde gaan. Ja. En dat we dadelijk kunnen gaan inrichten. Dus helemaal zin in. Dit gaat zo soepel. En we moeten even dat inderdaad schoonmaken, ja. Nou jongens, we zijn begonnen in ieder geval. Wij zijn in het huis. We gaan nu alles naar binnen halen. Yes. Ik ben echt benieuwd. Ik denk dus, ik had hier alleen geen rekening mee gehouden, Joep. Dat wist ik al. Joyce was zo van, oh, dan kunnen we mooi heel veel dingen in de keukenkastjes leggen. Heb ik dus al datzelfde voor. Dat had ik film, ook al met toen ik die Y-food in het ding wilde zetten. Ja. Ja, het is gewoon... Tada! Tada! Ja, ik dacht het thuis al, maar ik dacht, laat maar gaan. Laat maar gaan, nou, fijn. Nee, maar het moet toch weg thuis. Ja, dat klopt, het moet toch weg. Maar ik ga dus alsnog proberen om een deel in de keuken te zetten. Gewoon allemaal glazen en zo, dat soort dingen gewoon voor de keuken. Ja, hierin kan het ook wel. Oh ja, en de rest gaat gewoon naar boven toe. Moeten we even kijken. Ja. Ik ben wel echt nog steeds zo verliefd gewoon op deze vloer. Ik vind het echt helemaal leuk. Ik vind het echt vet. En de keuken is mooi. Als ik dan gewoon zo de woonkamer zie, dan denk ik, ja, het begint gewoon wat te worden, jongens. Helemaal leuk. Echt vet, gewoon. We moeten deze ook nog ophangen. Oh ja, dat is de kleine leuning. Ja. Heb ik die andere leuning al gefilmd? Denk ik niet. Zullen we dat doen? Ik denk het niet, nee. Joyce, grote vriend. Ja, ik vind het dus, ja, kijk, heel eerlijk, jongens, ik ga gewoon heel eerlijk zijn. Ik vind het echt niet mooi. Oh, ik vind het niet per se mooi. Nou, je vindt het een mooie trapleuning. Ik vind het een hele mooie trapleuning, maar... Ik vind de trapleuning niet mooi. Voor mij had er geen leuning gehoeven. Ja, maar het moet. Het moet blijkbaar, hoor ik. Kijk. Ja, het is wel gewoon een mooie leuning. Het maar... is wel een mooie leuning. En de trap wordt dus ook zwart. Dat heb ik ook al wel in de vorige video verteld. En... want anders zou het een beetje raar zijn natuurlijk. Oeps. Dit moet ik toch nog een keer schilderen. Ja, dat klopt wel. Dus daar heb je geluk. Deze komt dus hier zo. Ja. Wil je hem nog korter maken? Moet hij niet hoger? Ja, ik hou hem even. Ja, zo. Ja, moeten we even kijken. Komt goed. En trouwens, dat wil ik ook even laten zien. We willen ook, eigenlijk wilden we dat vandaag al gaan doen. Willen we echt alle kasten hier af gaan maken. Ja. Met ook alle... lades en zo erin. Want dat zou helemaal top zijn. Want ik kan echt niet wachten om dit ook een beetje in te kunnen richten. Deze heb je ook gezien. Heel vet. Wat heb ik niet gezien? Deze. Oh ja. Inderdaad, hier staat een kast, jongens. En hier heb je toch ook echt wel veel ruimte in, hoor. Zeker. Meer dan ik dacht. Ja. Maar past daar echt nog een... Ja, dit is volgens mij precies 61 centimeter. Okay. Dus je zou net een wasmachine en een droger moeten passen. Top. Nou, maar, in ieder geval, we gaan... Wat? Als die voortaan 62 centimeter zijn, zijn we de pineut. Maar in ieder geval, we gaan nu dus ook hier wat dingen neerleggen. Ik denk dat we hier het kleed neer gaan leggen. En ik denk dus dat we hierin al het een en ander gaan zetten. Want deze kast blijft sowieso staan. Eigenlijk moeten we nu die kasten gaan wisselen. Ja, dat moet eigenlijk wel. Maar kunnen wij dat nu met z'n tweeën? Want we hebben niet dat ding bij. We hebben niet dat rolding bij, zeg maar. Nee, maar ik denk dat we hem kunnen tillen. Oké. Okay. Ik denk dat het niet super zwaar is. Je durft echt niet te zeggen. We gaan het zien. We gaan het zien. Oké, okay, we gaan gewoon aan de slag. We moeten gewoon opschieten. Ja. Ik vind het in ieder geval wel dus al helemaal leuk om hier eindelijk spullen neer te zetten. Helemaal excited. Oh ja, en we gaan nu dus deze kasten omwisselen. Want daar kwam ik dus te laat achter dat ik ze toch gewisseld wilde hebben. Echt super fijn. Super fijn. Nee, maar ik denk dat als we de kasten eruit halen, dat die niet super zwaar is. Ja, je bedoelt de lades. De lades. Ja, nee, dat denk ik ook.
Nou, we zijn al een stukje verder. Dit is top. Het is wel zwaar, maar wel te doen. Ja, het is meer gewoon onhandig. Het is onhandig groot. Maar dat was ook de beslissing om het nu nog gewoon te doen. Ja. Dat was meer onhandig. Ja. Deze moet naar achter, die andere los hierin en dan deze daarin. Weet je het zeker? Ja. Tillen. Iets meer tillen. Ja, nou jongens, we hebben er al eentje hier. Het gaat tot nu toe makkelijker dan ik had verwacht. Ik denk dat alleen die hoge een probleem wordt. Ja. Oké, nu gaan we de andere halen. Dit past helemaal niet. Wat niet? Past niet? Ja, dat is een probleem. Alles staat in de weg, jongens. Ja. Ook voor de shopspullen en zo. Nou, tot nu toe gaat het veel beter dan verwacht. Want hij staat alweer hier. Op zijn kop. Ja. Maar opnieuw op de zijkant. Ja, maar dat gaat echt best wel goed. Top. Wij zitten weer in de auto. Het is vandaag dinsdag. Ja. En we gaan nu de derde ronde doen. Het is volle bak, maar we hebben wel bijna alles mee. Dus dit is de derde keer dat we op en neer gaan rijden. Had jij verwacht dat het meer of minder dan 3 keer was? Ik had meer verwacht, maar er staan ook nog wat grote dingen. Dus ja, als je die grote dingen meetelt, dan is het ook wel eerder 4-5 keer, zeg maar. Dat is waar. Maar oké, nou, wij gaan jongens. Alles staat weer binnen. Ik moet zeggen, als ik het zo zie, vind ik het best wel meevallen. Ja, maar dit is ofzo. Een lading, hè? Ja, dat klopt. Ja. En de vorige keer ging het eigenlijk beter dan we hadden verwacht in alle kasten. In de keuken en boven ook. Dus dat is heel fijn. En dan kunnen we nu dus weer dit allemaal in gaan ruimen. Of in ieder geval even wegzetten, zodat we het over een tijdje mooi kunnen inruimen. Oh jongens, kijk wat een heerlijk zonnetje je hier zo op de muur ziet. Het is echt een hele mooie zonsondergang. Al komt die op beeld vaak wat minder goed over. Maar we zijn dus bezig met alle spullen neerleggen. We laten dus ook gewoon alles onder zeil liggen, zodat het netjes blijft. En ik ben nu gewoon deze lades zo aan het vullen, zodat het in ieder geval allemaal even een plekje heeft. En dan gaan we het later allemaal inrichten, want dit moet bijvoorbeeld allemaal naar het kantoor. Ik weet het allemaal niet, maar jullie snappen het idee. Het moet gewoon nu even allemaal netjes in de kasten en dan kan het uiteindelijk allemaal een goede plek krijgen. Maar ik vind het licht in ieder geval heel erg mooi hier. Vet hè Joep, die zonsondergang zo? Leuk. Echt mooi. Oké, wij gaan weer verder. En jongens, wij hebben hier dus allemaal champagne liggen. Joep en ik hebben aan het begin van het jaar 4 flessen gekocht. Ja. Omdat we iets zagen, een trend, dat als je dus iets bereikt, zeg maar, als je een doel bereikt, en eentje daarvan is dus dat we in het huis kunnen, ja, dan mogen we hem zeg maar openmaken. Ik vind dat helemaal leuk. De andere eigenlijk, moeten we nog schrijven. Jullie moeten briefjes onderop plakken. Ja, dat is dan wel echt vet. Elke keer een flesje poppen als we iets gaan. Ja, dus ik vind dat echt, echt vet. We moeten nog een gave plek voor ze bedenken. Misschien hier wel een rek maken of zo. Inderdaad, dat dacht ik ook, ja. Oké, toppie. Het is tijd om weer te gaan schilderen. Het is ondertussen alweer donker buiten. En Joep gaat de trap kitten. Hallo. Ja, want dan kan die binnenkort ook geschilderd worden. Precies, we hadden deze grijs gemaakt. Alleen dan zie je nog een paar van die bobbeltjes en zo. Mm-hmm. Dus die heb ik eraf gescheurd en dan weer even opvullen waar die opgevuld moet worden. Toppie. Toppie. Misschien dat we dit weekend allemaal kunnen gaan schilderen zondag. Ja, ik hoop het eigenlijk wel. Ja. Oké, top. Nou, ik ga schilderen.
Nou jongens, we zijn een half uur verder, maar ja. Joep en ik zijn de hele tijd bezig geweest om uit te meten waar dus de trapleuning moet komen, die daar ligt. Best lastig. Ja, het is wel moeilijk om helemaal de hoek te bepalen, maar we hebben met de telefoon en met waterpas en alles een hoek berekend. Yes. Dus als het goed is, gaat het goed komen. Als het goed is, hebben we overal rekening mee gehouden en kan Joep hem nu gaan boren. Let op hè Joep, dat je niet van de trap afvalt. Ik ben daar echt bang voor. Ben je er doorheen? Nee. Oké. Okay. Dit is ook echt een lomp ding, joh. Ja, maar deze is echt... kun je van een gaatje mee boren. Ja, zo zit je... Als het goed is, gaat hij er zo in. Het ziet er wel goed uit, want ik heb niet meegekeken met die andere, ja, toen die geplaatst werd door jullie. Een heel raar systeem. Ja. Maar goed, dat zal wel aan mij liggen. Ja, het is dus best wel een lastig systeem, want je moet de hele tijd draaien, maar je weet niet wanneer je het einde bereikt. Het moet wel op het goede moment zitten natuurlijk. Ja, maar goed, ik denk wel dat het goed vast zit als het dadelijk zit. Ja, zeker. En het blijft lekker lang licht, jongens. Oh, helemaal overbelicht. Maar dit is top, het is gewoon al 8:30 of zo. Ja. Niet normaal. Het is gelukt jongens. Hier moet nog even een afdekplaatje op de zijkanten. Oh ja. En dan is die klaar. Ja. Oké, en dan ga ik eindelijk weer verder met schilderen, want mijn verf staat echt op te drogen. Dus ik ga weer naar beneden toe. Ja, dat was het ding. Die hield het wel nog jonger, maar... Er zitten speciaal van die dingetjes maar. Ja, precies. Nou jongens, wij zijn weer in het huis. Het is de derde avond op rij en mama en ik gaan nu beginnen met het in elkaar zetten van de kasten. Of ja, de kasten, het geraamte zeg maar staat, maar alles wat erin moet gaan we er nu in hangen en leggen. Dus laten we snel beginnen. Wij zijn weer in het huis. Gisteren ben ik op zich met mama... We zijn op zich wel ver gekomen met de kasten. Nog niet heel ver, maar we hadden ook niet heel veel tijd. Dus daar gaan we morgen weer mee verder. Maar Joep is nu met de stopcontacten... Ik wou zeggen stoplichten bezig. Met de stopcontacten bezig in de woonkamer. Kijk, hij heeft hier weer eentje erin zitten. Ja. Dat is echt... Top. Dit is... En hier zitten er... Oh, wacht Joep. Hier zitten er ook een paar in. Daar liggen ook al meteen allemaal opladers aan. Gewoon. Ja. Dit is eigenlijk best wel een stom verhaal. We wilden eigenlijk hier dit ook zo een vierkantje rond maken. Ja, net zoals bij deze hoof. Ja. Waar nu ook even iets in staat. Dat komt er waarschijnlijk niet uiteindelijk in. Maar op zich vind ik het best wel grappig. En dan hier ook een lampje in doen. Ja. En die samen doen met dat lampje. En dan is het logisch dat je hier de knop voor die lampje zet. Maar uiteindelijk heb ik dit dus niet mee gemaakt. Waardoor we nou hier de knop hebben zitten voor het lampje daar. Ja. Dat is echt niet... Maar wij zijn er wel nu al aan gewend. Dat vind ik wel grappig. Ja, maar klopt, in principe is het niet heel logisch. Maar ja, aan de andere kant, anders als je hem daar helemaal hebt, is ook niet heel logisch. Daar, die moeten nog gedaan worden. Dus op zich vind ik het... Ja. Nou, toppen jongens. Het wordt dan meteen weer zo'n ander gezicht als het gewoon wit is in plaats van zo, zwart. Dat is, verschil merk je echt. Oh, maar Joep, deze muren moeten nog wel geschilderd worden. Oh. Had het niet daarna moeten? Jawel. Shit. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Oh, we moeten ook nog steeds die verf gaan kopen. Ik vind het nog steeds zo lastig. Iedereen zegt zo'n bepaalde kleur. Iets van, oh, wat was het nou? Urban? Taupe. Oh ja. Klopt. Ja, misschien moeten we daar gaan kijken. Ja, oké. Okay. We gaan weer in ieder geval even verder. Wij hebben op zich weer best wel wat gedaan. En nu gaan Joep en ik even naar een winkel toe. Om te kijken voor... Ja, wat we hebben een idee hoe we zeg maar de verwarmingsbakken willen maken hier in de woonkamer.
Het gaat nog best lastig worden, want het is echt een zelfbedacht idee. We gaan echt weer flink zelf aan de bak, maar ja. Ik weet niet of het gaat lukken de keer. Het wordt wel een lastig project. Ik denk dat dit oprecht het, zeg maar, het moeilijkste wordt in de zin van hoe zichtbaar het wordt. Ja. Zeg maar. Dus je niet weet hoe... Kijk, met die bijvoorbeeld de tegels in de badkamer waren ook moeilijk om te zetten bijvoorbeeld. Dat heeft ook lang geduurd. Alleen dat is uiteindelijk gewoon gelukt. En dan ziet het er meteen mooi uit. Ik heb heel veel meer dingen gedacht van hoe dat gaat echt heel moeilijk worden. En dat was best makkelijk. Maar alsnog heb ik hierbij wel het idee van we moeten gewoon even kijken hoe... We kunnen het net niet op internet vinden hoe wij het in gedachten hebben. Nee. Dus je weet niet precies hoe het eruit komt te zien. Maar we gaan gewoon kijken. We hebben panelen nodig. We hebben verf nodig. Ja. We gaan gewoon kijken. Ik ben heel erg benieuwd. En volgens mij zijn die panelen dus ook best wel duur. Dus dat is ook, het moet dan wel goed gaan. Snap je? Want anders is het gewoon... Een beetje kloten, maar we gaan naar de winkel toe. Wij zijn nu bij de karwei. Want hier zijn we eigenlijk nog helemaal niet geweest. Nee. Normaal gaan we meer naar de Praxis en de, ja, nou ja, de allemaal winkels. Praxis zit heel dichtbij en de Gamma zijn we een paar keer geweest. Ja, maar van de alles. Karwei eigenlijk bijna nooit. Maar nee, we wel een mooie winkel hier. Ik ben hier nog bijna nooit geweest. Oh, we moeten ook nog een paar lampen, ja. Klopt. Dat is ook nog een ding. Wij staan nu even ook bij de gordijnen te kijken. Maar jongens, ik kom erachter dat gordijnen best wel duur zijn. Ik had het helemaal niet zo in de gaten, joh. Wel korting, ja, dat is wel fijn. Wij zijn weer terug van de karwei en we hebben nu even een opstelling gemaakt waarvan wij dus wel denken dat het leuk is. Ja, ik vind het heel lastig. Ja. Maar we willen hier... Zo'n houten paneel. Ik zal even een plaatje van Pinterest erin zetten. Ja. Die ik al heel lang in mijn hoofd heb. Hoe donker is die vergeleken met de vloer? Oeh, zal ik eens kijken? Ja. Maar ik vind het wel een mooie kleurencombinatie zo. Ja, op zich wel. Ik denk dat het op de camera weer lastig overkomt, want die kleuren zijn toch net wat lastiger, merk ik. Zeker omdat het hier zo overbelicht is de hele tijd. Ja, ik vind het heel lastig inschatten. Ik heb hem ook al een keer op Insta geplaatst, maar dit is een beetje het voorbeeldje dus met wat we ongeveer willen gaan maken. Ook met de spiegel, waarschijnlijk. En ik denk, ja, het is gewoon op het plaatje heeft hij zeg maar dat zwarte niet ertussen. Maar ik vind het juist wel mooi. Dat geeft wel juist dimensie, want anders ga je gewoon letterlijk een vlak iets erop doen. Wat zeg maar niet echt kleurverschil heeft. Maar qua houtkleur... Lijkt het me ongeveer wel hetzelfde. Ja, maar ik vind het denk ik wel mooi, jongens. Deze zijn dus ook in 30. Of in 22 was dat, toch? Ja, maar dat is heel smal, hè? Ja, maar dan kun je wel makkelijker kiezen hoeveel je wil. Dan is niet ja, want hoeveel is 60? Ja, 60 is maar zo. Dat vind ik te smal, denk ik. Zeker omdat die spiegel die wij boven hebben een stuk groter is dan die spiegel. Ja, dat klopt. En 21 is weer... Nou, 1,20 is te groot. Nou jongens, dit is een beetje wat waar wij dus de hele tijd last van hebben. Dat we het gewoon lastig vinden van, goh, hoe beslis je nou zoiets? Ik denk dat we gewoon even gaan nadenken en dan gaan we gewoon even kijken of we het gaan bestellen. Het is vandaag zaterdag en mama en ik gaan weer verder met de kasten. En ik vind deze dus heel vet, want hier komt dus zo'n glazen plaat in. Kijk, we hebben nu gewoon 6 van die witte. En hier gaat er dus 1 met glas komen. Echt vet. Het is vandaag maandag. Hoeveel is het? 23?
24 april. Ja, kijk. Okay. En we gaan dus nog even een house tour doen voordat we deze video gaan afsluiten. Want er is best wel wat gebeurd. Ja. Het lijkt nu echt op een huis. Dit is de eerste keer dat ik denk, ja. Joyce en ik zeiden het net tegen elkaar. We hebben net best wel wat plastic opgeruimd en zo. En nou lijkt het ergens op. Het begint echt ergens op te lijken, jongens. Wij gaan er over 3 dagen op vakantie. Dus dan gaan we even een paar weekjes niks doen. Maar daarna denk ik oprecht dat het nog één maand willen we eigenlijk misschien anderhalf willen we wel echt erin. Dus ik denk sowieso dat juni moet gaan lukken. Dus jongens, dit is de eerste keer dat ik iets zeg waarvan ik denk, ja, dit is gewoon haalbaar. Laten we gewoon met de house tour beginnen. We gaan beginnen met de woonkamer gewoon. Ja, ik weet eigenlijk niet wat we als laatste hebben laten zien. Ik ook niet. Ik weet wel dat we net de lamp hier naartoe hebben gebracht, die uiteindelijk hier komt te hangen. Het is echt een grote doos. Ja. Dit wordt echt. Hier zo eigenlijk. Ja, ik ben blij dat hij hier is. Ja. Hij is gewoon helemaal heel volgens mij hier gekomen, dus dat is ook fijn. Ja, dit vind ik zo vet. Dit vind ik echt heel vet. Ik kan niet wachten tot we hem een keer aan kunnen gaan zetten. Ik denk dat het echt gezellig is. Dit is eigenlijk even tijdelijk. Maar het begint steeds. Ja, het is echt tijdelijk, maar ik heb steeds meer zoiets dat ik denk: ja, dit past er wel echt. Zal ik dit kaartje wel halen? Ja, dat is misschien wel leuker. Zo. Maar oprecht, ja, we denken nog steeds aan misschien gewoon een andere leuke vaas. Maar dit vind ik ook wel oprecht. Het is gewoon de goede afmeting. Ja, dat past precies, hè. Toevallig. Joep heeft hem echt hier neergezet. Zo van, nou, dan kan hij gewoon even hier staan. De keuken. We hebben dus al het plastic net weggehaald. Dat geeft alweer een heel ander beeld. Ja. Ook dat de vloer, zeg maar, leeg is. Want het was gewoon één grote plastic. Ik vind het echt mooi uitzien. Ik ook. Ik vind de kleur. Ja, en Joep heeft dus de sportjes hier ingezet. Ja. Dit weekend. Dus dat is ook al een hele verbetering. Top. We moeten nog even de plinten erop maken. Oh, en jongens, als straks de verhuisvideo's komen en dus ook de inrichtingvideo's. We hebben zoveel glazen. Ja, nee, het is eigenlijk gewoon niet eens meer grappig. Gewoon, ja. Het is allemaal keer 3. Dus het is gewoon, ja. En dit is pas 1 van de 3 kasten. Ja. Maakt niet uit. Oké, we gaan door naar de hal. Dat is echt het rommelhok geworden. Het is ook prima. We hebben gewoon een plek nodig als het regent. Dat we ook iets binnen kunnen zagen of iets kunnen schilderen. Zonder dat natuurlijk heel de vloer weer vies wordt. Dat is hier inderdaad. En deze moeten we ook nog één keer, de hal moeten we nog één keer schilderen. Ja. Dus die moet nog zijn tweede laag krijgen. Het toilet hangt dus ook. We hebben een wc. Heel fijn. We hebben alleen nog geen deur. Ja, dat is dan weer minder. Vooral de leuning is hier gewoon nieuw. Ja, de trapleuning. Ik vind het mooi geworden. Ik ook. Het ziet er vet uit. Schilderen. Of ja, ik ben nog steeds niet eens met een trapleuning, jongens. Maar alsnog vind ik de trapleuning zelf wel heel mooi. Ja. Ik zal trouwens ook even kijken wat ik allemaal kan linken nog onder deze video. Ja. Maar uiteindelijk zal ik ook overal proberen linkjes van te geven. Ik vond deze voor zo'n trapleuning helemaal niet duur. Nee. Maar ik zal even het linkje opzoeken, dan kunnen jullie het checken. En de trap is nog steeds niet zwart. Dat was wel het plan, maar helaas. In de badkamer is ook best wel veel gebeurd. Ja. Daar hangt nu ook een toilet. Daar hangt een halve wc. Een halve. En de sportjes zitten erin. Ja. En dit ding is zo vet. De radiator opgehangen. Ja. Ging beter dan verwacht. Ik vind het echt vet. Ik dacht echt dat er een probleem in moest. Mm-hmm. Toen moesten allemaal gaten in deze tegels boren. Ja. Dus ik had stress. Ja, ik vind het mooi. Ik vind het ook heel fijn dat je hier dus je handdoek op kan hangen. Ja. En iedereen zei ook in de vorige video, die douche is een beetje klein voor Joep. Maar moet ik zeggen... Wacht, ik ga even mijn schoenen uitdoen. Ja, dat scheelt al wel. Maar alsnog... Ja, nee, zo is het wel goed. Dit is prima. Het punt is, die douche is niet meer verstelbaar. Dus de loodgieters hebben denk ik al een jaar geleden de gaten gemaakt. Ja, we hadden er niet over nagedacht. Dus, maar het is prima zo. Het is goed. Het is echt wel goed. En je kan hem ook nog draaien, toch? Ja, ik kan een beetje zo... Zo. Grappig. Zo. Grappig, maar ik ben hier dus ook blij mee. Dat je gewoon je handdoeken lekker warm kan laten worden als ze gewoon hier zo overheen hangen als je dan aan het douchen bent. Dit is top. Ik vind het heel mooi met die zwarte details zo. En dan die marmeren tegels. Echt mooi. En ik weet niet of iemand van jullie hier een tip voor heeft. We willen hier dus... Nou jongens, mijn camera wil de hele tijd niet. Oh, hij stelt de hele... Hij gaat de heet wazig, maar oké. Okay. Oh. We willen dus... Een spiegel van ongeveer een meter, zo ronde, met licht erin. Dus dat je ze zeg maar zo aan kan zetten, dat er echt licht
aan de zijkant komt. Heb je een tip? Laat even weten. En volgende keer in de verbouwvlog gaan we dus ook hier een wasbak maken. Ja, want we hebben al zo'n houten plaat besteld, dus ik ben benieuwd. Ja. Opzetten. En hier moet ook nog een deur voor. Ja. Of course. Het zijn allemaal van die kleine dingen, nou ja, best grote dingen. Ja, waarvan je denkt, oeh, dit moet nog wel een keertje gaan gebeuren. Ja, dit, hier ben ik zo blij mee. De inloopkast. Ik kan niet wachten om hem te gaan vullen. Yeah. En de hangertje op te hangen. En dus ook allemaal dit soort platen komen er dus in. Ook voor sieraden. Dus dat is ook fijn. En ik wil er ook nog even een leuk filmpje van maken, weet je wel. Ik zo alles ga ophangen, Joep. Yeah. Voor TikTok of voor Insta of zo. Dat is toch leuk? Dat je zo'n filmpje dat alles zo langzaam... Ik vind hem wel echt mooi geworden. ...erin komt te hangen. Ja. En er moet nog licht in. Ja. Die, het licht zijn niet gebleven. Hier. Oh, ik dacht al. Dat komt uiteindelijk in de kast te hangen, dat je daar ook allemaal licht in hebt. Yes. Echt vet. En ik vind het broekenrek, of hoe noemen we dit? Broekenrek? Ja. Is het een broekenrek? Een rek voor broeken? Broeken overheen hangen. Ja. Best handig. Mm-hmm. Zeker. We gaan door naar, ja, het washok is eigenlijk niks aan gebeurd, behalve dus die kast volgens mij. Ja. En in de slaapkamer ook niet, behalve dat er heel veel spullen staan. Dus dit is verder niet heel interessant. We hebben er net wel een heel vet schilderij neergelegd. Oh my god, ik kan hier echt niet wachten om die op te gaan hangen. Ik vind het zo vet. We weten nog niet waar die komt. Ja, ik denk dus toch hier. Misschien daar zo aan de muur. Ja. Of in de kledingkamer. Dat is ook in de inloopkast. Daar past die beter bij. Nou jongens, ik ga hierbij deze video afsluiten. Dit was even een korte house tour. Dan weten we in ieder geval dat we alles hebben laten zien. Ja precies, soms mis je gewoon dingen. Soms is het, dan ben je gewoon snel met iets bezig en dan denk je daarna, oh, dit heb ik helemaal niet gefilmd. Dit hadden we moeten filmen. Dit had ik moeten filmen, ja. Of in ieder geval, dit had ik gewoon even willen laten zien. We doen ons best jongens. Ja, maar ik hoop dus dat jullie deze video leuk vonden. Doe ook zeker even een duimpje omhoog. En vergeet hieronder ook zeker niet om even te abonneren en het belletje aan te zetten. Voor nog meer video's en verbouwvideo's. Ik kan echt niet wachten om hier dadelijk weer verder aan de slag te gaan. Dus ik hoop je de volgende keer weer te zien. Doei!